3000 officials die week in, week uit klaarstaan om uiteindelijk heel dat gebeuren te faciliteren en gewoon mogelijk te maken. En daarom willen we toch ook eens een woordje van dank en een campagne lanceren rond die scheidsrechters en andere vrijwilligers die uiteindelijk heel ons sportgebeuren mogelijk maken. Mijn gaat het. Dan kan er ook gekikt worden om dat een keer vasthouden. We gaan eerst op het recruteren van scheidsrechters, omdat er toch wel een tekort is, een drastisch tekort. Maar we willen daar niet de focus op leggen, we willen de focus leggen op het positief gegeven. Een positieve campagne voeren, waarom we scheidsrechters willen worden, waarom het zo'n mooie hobby is, daar willen we op inzetten. Ik zou het iedereen kunnen aanraden, omdat het een enorme bijdrage levert aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Je moet beslissen, vaak in moeilijke omstandigheden. En zowel voor jong als oud draagt dat inderdaad bij tot je persoonlijkheid. Ja, ik zou het zeker andere meisjes aanraden. Het is echt superleuk. Je bent aan het bewegen in het weekend. Het is sociaal, want je bent constant bezig. Je leert nieuwe mensen kennen. Dus het is echt superleuk.